Hallo kijkers van Jorrit Morrit Games. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van Let's Play Half-Life. Ik ga meteen beginnen. Ik ga gewoon in deze fucking minecart zitten. Het kost me trouwens wel... Of minecart. Godverdomme. Wat is dit? Had ik hem niet te lang verslagen? Oh ja, was gebukt of zoiets. Oké, dan moet ik even die bitch verslaan. Oké. Ja. Maar het kost me veel meer werk nu om een Half-Life video op te nemen. Ik gebruik 2 recorders. 2 screen recorders. Allebei nemen ze schermen op. Eentje neemt mijn Half-Life scherm op. Dat is Screencast-O-Matic, zoals je ziet. En eentje neemt mijn scherm op van mijn... Of nee, eentje neemt het klein stukje beeld van mijn... Heel klein stukje hoor. Van mijn bureaublad op. Gewoon de achtergrond. En die neemt ook het geluid op. Dat kan Screencast, dan merk ik wel. Alleen dan moet ik de pro-versie downloaden. Ik denk wel dat ik dat wil gaan doen. Ik zit wat te twijfelen om dat te gaan doen. De pro-versie. Want die andere recorder, die neemt nu maar 3 frames per second op. Nu 5, nu 3, nu 5, nou, 4. Hij neemt echt heel weinig op. Niet vloeiend, dat doet Screencast, dan merk ik wel. Dus ik zit te twijfelen om de pro-versie van Screencast-O-Matic te kopen. Ja, het is maar 15 euro, dus ik dacht waarom ook niet. Dood. Oké. Ik moet het echt pro doen, anders lukt het niet. Huh? Oh, ik dacht even dat ik hier niet heen kon. Oké. Oké, we gaan hem doodmaken. Wat? Hij roept dingen. Oh ja, maar dat ik het ding niet kan besturen. Oké. Maar ik twijfel dus om de pro-versie van Screencast-O-Matic te kopen. Ik heb hem al geprobeerd illegaal te downloaden. Ik heb allemaal codes opgezocht. Maar ik kon niks vinden. Even safe. Wacht even, ik pak mijn car. Nee, vorige keer was hij er ook niet meer. Maar ik heb al allemaal geprobeerd codes en zo te proberen op te zoeken en zo, maar niks werkte. Dus ik twijfel of ik hem ga kopen. Dan ben ik ook dat logo kwijt. Kan ik ook facecam? Nou, dat kon ik al eigenlijk. Maar dan kan ik ook het geluid van het spel. Hoef ik veel minder moeilijk te doen. Ik ga misschien ook minder intro benden. Oh, wat hoor ik? Oh. Kloten. Maar ik ga dan ook misschien stoppen met een intro. Als ik de pro-versie heb. Want dan... Want nu moet ik er muziek bij gooien en zo. Maar als ik al het geluid van het spel heb, dan is het niet nodig. Dan doe ik dan alleen nog bij Minecraft. Dan doe ik er nog wel een intro voor. Maar ja. Ik weet niet, dat intro stelt volgens mij... Nee, dat stelt weinig voor. Oh, godver. Dood. Oké. Maar ik hoop dat jullie begrijpen wat ik bedoel, want het is echt, het duurt heel lang met Movie Maker dat ding opslaan. Ben je zo weer 3 kwartier aan het wachten. Op voor zo'n stom intro en een muziekje eronder. Of ik heb natuurlijk geen HD. Dat vind ik dan wel weer jammer. Dat ga ik dan weer niet doen. Even safe hoor. Maar ben ik hier niet al geweest vorige aflevering? Het komt me zo bekend voor. Oké, die is dood. Hij heeft ook een shotgun. Die mogol. Ha, mij kost het maar 10 levens. Hun 50. Oké, ik moet even reloaden eigenlijk. Zo kan allebei tegelijk. Ook goed. Ook goed. Oké, slagboompje omhoog. Ja, wacht. Kijk. Ja, tasjes. Die vindt iedereen leuk. Oké. Oh, een spring. Ik ben ook wel benieuwd wat daar is eigenlijk. Voordat ik meteen wegga met die car.
Nee, hier is niks. Dat beslis ik nu. Ik beslis nu dat daar niks is. Oké. Trouwens, wat wel een nadeel is aan een Screencast-O-Matic kopen. Het werkt maar voor een jaar. 15 euro heb je maar een jaar. Kan 30 euro, voor 30 euro heb je hem 3 jaar. Maar ik denk niet dat ik dat ga doen. Voor de zekerheid. Want ja, in 1 jaar heb je echt wel 15 euro. Dat is makkelijk, maar... Ja. Dit is echt heel lang. Ik ben hier ook waarschijnlijk... Ik neem dit op, dan ben ik echt zo klaar. 15 minuutjes klaar. Opslaan ook 5 tot 10 minuutjes. Godverdomme. Dit is een klootstukje. Oké, even safe. Dan ben ik ook 5-10 minuutjes bezig. Voor het opslaan van... met Screencast-O-Matic. Maar dan met Movie Maker. Dat duurt heel lang. Maar oké, we gaan even weer verder met het spel. Dan hoef je mijn stomme gelul niet te horen. Hier zitten heel veel commando's namelijk. Jullie horen het ook. Ik hoor het ook. Oké, ik moet eerst die gasten daar doodmaken. Er zitten daar heel veel, weet ik. Ik moet ze dood krijgen. Kijk, daar is er een. En nu is hij dood. Heb ik hem dood? Heb ik hem neer? Hij gooit een granaat. Hij was mis. Oké, die is dood. Ik denk Dave. Dave is ook dood. We hebben nu granaten nodig. Kijk, daar zit zo'n gast. Daar zit zo'n ding. Die dingen haat ik. Ik haat die dingen. Oké, ik kan hier niet op opstaan. Is hij dood? Oh, hij is dood. Hij is dood. Ik hoorde hem ook echt zo... Oh, shit. Ja, dat is zeker even balen. Ik heb nul levens kwijt. Ik heb gewoon... Ze allemaal dood gekregen zonder één leven kwijt. Ja, ik moet wel even kogels natuurlijk pakken. Wel even die kogels pakken, hè. Oh, voor alleen zo'n stomme slagboom. Er stond helemaal zo'n mitrailleur op ding. Maar ja. Oh, spring. Spring. Oké. Wat is hier? Hier? Een lift. Moet ik erin? Ik denk het. Oké, even mijn ding erbij. Oké, ik weet hoe ik hier weg moet. Ik ga dit doen met een tasje. Zulke bomtasjes. Ik heb er 4. Oké. 3, 2, 1. Boom. Allemaal hout valt naar beneden. Die tasjes zijn wel handig. Oh nee, liftbug. Liftbug, ik zit vast. Nee, dat ga je niet menen, hè? Dan moet ik weer load game.
Oh, zo flauw. Oh, wacht. Oké, tasje erin. Als het goed is heb ik hier... Nee, hier had ik nog niks gedaan. Zo irritant, die liftbug. Tasje. Dan heb ik die de meeste weer terug. Boom. Boom. Oké, ik moet weer springen. Ik moet weer de springmanier gebruiken. Springen terwijl je in de lift zit. Oh, misschien was daar wel een commando. Dan was ik misschien nu wel dood. Even safe. Ik heb hier geen goed gevoel bij met al dit bloed. Kijk. Kijk, er staat een vriend. En ik hoor het ook mezelf. Nou, die gast is dood. Daar hebben we geen last meer van. En ik flikker naar beneden. Kan ik hier met een trap of zo? Nee, dan moet ik met deze kaart. Ik ga wel gewoon meteen, wacht, even die kisten kapot maken. Twee tasjes. Oh ja, voor als je tasjes opwaren natuurlijk. Oké, mitrieur. We gaan wel steeds verder omhoog. Dat is wel een goed teken. Hier was ik al geweest. Dat ronddraaien is zo vervelend. Oké, even rondkijken. Nee. Wow. Ja, dat kon ik verwachten. Oké, nu heb ik ook meer kogels. Oké, dat was ik even vergeten. Even vergeten dat nog zo'n sukkel stond. Oké, nu moet ik het opnieuw doen. En niet meer naar beneden flikkeren. Dat is dom. Dat is heel dom. Oké, dat werd tijd. We zijn er eindelijk. Maar ik doe safe. En we gaan volgende keer verder in Let's Play Half-Life. Ik weet niet welke part het is. Ik weet het allemaal niet meer. Ik ben het allemaal vergeten. 18 of zo. Of 19. Ik weet het niet. Maar like deze video. Druk gewoon op het groene duimpje. Dat is makkelijker om te zeggen. Nou, eigenlijk niet. Maar wel beter om te zeggen. Abonneer op mijn kanaal. En ik zie jullie volgende keer weer. Doei.